is Albert Schulp en ik ben fruitteler en sapmaker van beroep. En we staan hier midden in de boomgaten tussen de peren die bijna geplukt gaan worden. Het plukseizoen dat ziet er als volgt uit. We zijn ongeveer hier op het bedrijf 2 weken bezig met peren plukken. Dan gaan de appels of de peren gaan over een inspectieband heen. Er staat iemand bij en die sorteert het fruit. Dus die haalt eruit wat er niet in hoort. Dat kan een appel zijn met een rot plekje, maar dat kunnen ook takken zijn of bladeren of gras. Dan gaan de appels door een snijmolen. Daar wordt er appelmoes van gemaakt, een soort grove appelmoes. Met schillen al worden ze dan fijn gesneden. Dan worden de appels getransporteerd naar een pers. Dat is een zeefbandpers. Wordt de pulp opgeslagen tussen 2 zeefbanden. Die banden die bewegen zich door de pers heen en zo wordt het sap uitgeperst. Als het sap geperst is, dan gaat het naar een tank toe om een soort buffervoorraad op te bouwen, zodat je continu met je afvulproces door kunt gaan. Dan wordt het sap opgewarmd tot ruim 80 graden. En doordat we heet afvullen in glazen flessen, daardoor kan je het sap lang bewaren, zonder dat je iets hoeft toe te voegen. Dan wordt de fles gevuld, dan wordt er een deksel op de fles gedraaid. Dan komen de flessen uit de tunnel, worden ze droog geblazen en dan krijgen ze een etiket en dan worden ze verpakt.